Dag, dames en heren. In het oosten van Nederland hadden we vanmorgen te maken met dunne bewolking. En bij de zonsopkomst leefde dat dan ook prachtige rode kleuring op. In het westen van Nederland was de bewolking een stuk dikker en viel al de eerste regen. Achter mij een foto gemaakt in Vlissingen, waar de paraplu al nodig was. We hebben te maken met een regenstoring die vanuit het westen onze omgeving binnen begint te sijpelen. Die regenband en bewolking ervan kunnen we mooi zien op de satelliet. Vanaf Zuid-Zweden via Denemarken, het westen van Nederland, verder naar het zuidwesten terug te vinden. Hoge druk zorgt in Centraal-Europa voor rustig en vooral helder weer. Maar ook aan de andere kant van die regenzone daar zitten op dit moment felle opklaringen. Zowel ten westen als ten oosten van dat regengebied zien we een hoogdrukgebied. Hier het hoogdrukgebied dat ons de afgelopen dagen het zonnige weer heeft opgeleverd. Een nieuw hoogdrukgebied in de buurt van Ierland. Dat schuift geleidelijk aan naar de Noordzee. En die regenstoring die verliest dan ook activiteit. De bewolking ervan gaat vannacht al wat breken. En morgen dan lijkt het vanuit het Noordoost op steeds meer plaatsen op te klaren. Die regenstoring kunnen we ook op de radar heel goed terugzien. Vanmorgen vroeg in het uiterste westen van Nederland al regen en motregen. Het zag er best imposant uit, maar gedurende de ochtend, terwijl de regenzone nog het land een beetje opschoof. zagen we al dat het gebied wat minder intens werd, minder uitgespreid. En dat is ook wel het beeld voor de rest van de dag. In het oostelijk deel van Nederland blijft het vandaag dan ook droog. Ik denk dat die regenzone nog een heel klein stukje naar het oosten kan uitbreiden. Tot zo'n beetje Utrecht, midden-Brabant bijvoorbeeld, het westelijk rivierengebied. Maar veel oostelijker komt die niet. In de regen is het wel wat fris vandaag. Er staat overigens niet veel wind. Een graad of 6 à 7. In het oosten, en vooral in Zuid-Limburg, kan het misschien nog wel een graad of 10 worden. Ja, vanavond en vannacht dan wordt die regenzone steeds minder actief. Her en der begint het vannacht al wat op te klaren. En bij die opklaringen, landinwaarts, daalt de temperatuur tot rond. En misschien zelfs ook wel weer makkelijk tot onder het vriespunt. Maar omdat hier geen regen is gevallen, verwacht ik geen gladheid. En in het westen van Nederland ja, daar zijn de wolkenvelden nog wat hardnekkiger en ligt de temperatuur een aantal graden boven nul. Morgen dan in de ochtend best wel veel wolkenvelden. Her en der breekt de zon al af en toe door. Maar gaandeweg de dag. dan begint het vanuit het noorden steeds meer op te klaren. Ik denk dat Zeeland. De minste zonneschijn kan verwachten. Temperaturen oplopend naar 9 of 10 graden en een brisje uit oost- of noordoostelijke richting, windkracht 2 tot 3. Ja, en kijken we dan verder vooruit, dan zien we dat de komende dagen dat nieuwe hoge drukgebied ons heel rustig weer gaat opleveren. Met vooral veel zonneschijn. De weerkaarten zien er zelfs nog een stukje gunstiger uit dan gisteren. Met veel zonneschijn overdag, een graad of 8 à 10. Misschien donderdag nog wat hogere temperaturen. In de nachten daarentegen moeten we wel rekening houden met een paar graden vorst. Fijne dag verder.